Als neuropsycholoog ben ik zeer geïnteresseerd in hersenen. Hersenen veranderen gedurende het hele leven. Niet alleen in baby's en kinderen, maar ook in pubers en volwassenen. Zeker tot je 50ste jaar worden er in de hersenen nieuwe verbindingen aangelegd. Die zorgen ervoor dat verschillende gebieden met elkaar kunnen communiceren. Soms gaat het mis en wij onderzoeken hoe dat komt en wat eraan te doen is. Bij patiënten met psychiatrische ziekte bijvoorbeeld verloopt de hersenontwikkeling anders. Zo krimpen de hersenen van patiënten met schizofrenie sneller dan bij andere mensen. We weten dat omdat we hersenfoto's maken met behulp van de MRI-scanner. Wij vragen patiënten en gezonde vrijwilligers om te komen naar het UMC Utrecht om hersenfoto's te laten maken en die vergelijken we dan. Dankzij het MRI-onderzoek weten we dat de hersenontwikkeling bij patiënten met psychiatrische ziekte anders verloopt. Maar we weten niet hoe dat komt en ook niet wanneer ze ontstaan, misschien zelfs voordat mensen ziek worden. Dankzij het MRI-onderzoek weten we ook dat de puberteit een hele belangrijke periode is in de hersenontwikkeling. Vaak gaat het goed en groeit de puber op tot gezonde volwassene die zijn of haar mogelijkheden optimaal kan benutten. Maar de puberteit is ook gevoelig voor verstoringen in de hersenontwikkeling. Wij denken dat dat kan leiden tot problemen in leren en gedrag en zelfs tot ziekte. Door individuele verschillen in hersengroei te bekijken met MRI, willen we in de toekomst verstoringen eerder herkennen en psychiatrische ziekte sneller en nog beter behandelen en indien mogelijk zelfs voorkomen.